Code 1894 wordt mede mogelijk gemaakt door... Ja, welkom bij de eerste aflevering van Code 1894 2019. Ik heb weer twee enthousiaste teams naast me staan. Ik zie heel veel bekende gezichten, die hebben al eens eerder meegedaan. Ook een paar nieuwe gezichten. Ik heb een politiek team, dat is team 1, en het KBO Panningen team 2. Politiek team, willen jullie jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Sander Jansen en ik zit in de gemeenteraad namens Lokaal Pelemaas. Welkom. Mijn naam is Roel Boots en ik woon in Kessel en ik zit namens het CDA in de gemeenteraad. Ja, mijn naam is Teun Heldens en ik zit namens de VVD in de gemeenteraad en in de Provinciale Staten van Limburg. En mijn naam is John Timmermans, ik zit namens het CDA in de gemeenteraad van Pelemaas. Yes, en bij jullie, welkom trouwens, bij jullie heb ik een paar bekende gezichten. Volgens mij is er maar eentje nieuw, klopt dat? Ja, ik ben ook twee. Ja. Oh, nou, jullie zijn vast goed geïnstrueerd door jullie mede-teamleden. Ja. Een beetje voorbereid. Ja, hebben jullie verder nog iets gedaan om je voor te bereiden voor de deelname? Ja, natuurlijk alle nieuwsberichten heel goed gevolgd. En volgens mij gaat het daar toch om. En op welke zender doen jullie dat dan? Onder BNM. Ja. Mooi. Hebben jullie nog iets te zeggen tegen het team wat tegen jullie gaat strijden vandaag? Ja, succes. Hebben ze het nodig? Succes, denk het wel. Oké. Dan is het sterkte. Nou horen jullie het. Game on. Nou, ik ga even naar jullie tegenstander KBO Panningen. Ja. Willen jullie je ook even voorstellen? Mijn naam is Helene Bos en ik ben vrijwilliger bij de KBO Panningen. Ik ben Lisbeth Nefken en werkzaam bij Zorgcentrum Vincent de Paul in Panningen. Ik ben Therese Joosten en ik ben ook vrijwilliger bij de KBO in Panningen. Ja. Ik ben Hans Derks, ik ben lid van de KBO. Lid van de KBO. Welkom ook. Nou, jullie horen het. Volgens mij, volgens hun, gaan jullie het moeilijk krijgen. Denken jullie dat ook of valt het wel mee? Dat valt wel mee hoor. Je bent best hun nog veel succes. En volgens mij hebben jullie, toen jullie eerder meededen, ook heel ver, zijn jullie heel ver gekomen tot de finale. Klopt. Ja. Klopt. Ja. Niet gewonnen, als ik me niet vergis. Nee. Nou, dat gaan jullie dit jaar anders doen. Ja, gaan we anders doen, ja. Ah, okay, nou, wij zijn strijdvaardig. We zijn goed aan elkaar gewaagd, hoor ik al. Zullen we dan maar gauw beginnen met de eerste ronde? De eerste ronde is een meerkeuzeronde. Ik ga 10 vragen stellen. Dat doe ik even opnieuw. De eerste ronde is een meerkeuzeronde. We gaan 10 vragen stellen met elke 3 antwoordmogelijkheden. Jullie hebben 3 bordjes voor jullie liggen. A, B en C. We horen zo meteen een muziekje als ik de vraag heb gesteld. En aan het einde van het muziekje wil ik jullie antwoord in de lucht zien. Ja. Ja? Vraag 1. Jip Hane en Remco Heuse starten begin dit jaar met Club Ultra. Begin januari waren ze nog vol spanning. Toen we hier voor het eerst binnenkwamen, toen keken onze aan en dachten we, waar zijn we aan begonnen? Het was natuurlijk een grote rotzooi. Maar in de grove lijnen hebben we niet superveel veranderd. Als twee jong jongens was het heel moeilijk om bij een bank iets los te krijgen. Maar we hebben het vertrouwen gekregen van een investeerder die heel veel vertrouwen in ons plannen ziet. En we dan samen er iets heel moois van wil maken. Ja, je hoort Remco vertellen over een investeerder. De vraag is dus ook, hoe heet de investeerder? Is dat A, Huub Hansen, B, Nino Venezia en C, Klaas Jacobs? Dan wil ik nu graag jullie antwoorden zien. Die mag andersom. Oh. Allebei B. En volgens mij zei ik de naam verkeerd. Ik zei Venetia, maar dat is Venetia. En het antwoord is goed. Nino Venetia, allebei een punt. Dit jaar ging de website www.helden.nl weer terug in de lucht. Burgemeester Delissen was erbij. Gaan even kijken. Nou, het is wel een traject wat we samen eigenlijk wel een aantal jaren doorlopen hebben. En dat kwam eigenlijk door het feit dat een aantal jaren geleden, ik denk 3-4 jaar geleden, toen kregen wij het verzoek van een bekende Nederlander of hij de domeinnaam van Pelemaas over mocht nemen. Dus dat was de geregistreerde domeinnaam www.helden.nl. Is natuurlijk prachtig, hè? Kun je alle kanten mee uit, daar kun je heel veel verklaringen aan vastplakken. En toen hebben wij gezegd, nou dat gaan we niet doen. Dus we hebben ook even contact opgenomen met de Durber ondernemers, omdat ik wist dat zij bezig waren met wellicht een nieuwe website.
En het maakt niet uit wat het is, of wie je bent, of je toerist bent, of dat je bewoner bent van Helden. Hier kun je de informatie vinden die je zoekt. Dat is eigenlijk de insteek van de site. Ja, je hoorde de burgemeester praten over een bekende Nederlander die domeinnaam graag wilde hebben. Welke bekende Nederlander was dat? Was het A. Frits Barend, B. Faya Laurens of C. Steven Brunswijk? Bravo 9. En jullie antwoord? Laat maar zien. Twee keer A. Frits Barend zeggen jullie. Dat is helemaal goed, want hij had een blad, magazine Helden. Daarvoor wilde hij het graag hebben. Maar het is hem lekker niet gelukt. Ha? Nog steeds een gelijke stand, 2-2. We gaan door naar vraag 3. Bijzonder bezoek in Grashoek bij de prinsenreceptie. De stadsprins van Tilburg kwam er op bezoek. Waarom deed hij dat? Was dat A, hij is een collega van prins Frank. Ze werken bij hetzelfde bedrijf. B, hij is een vriend van prins Frank uit zijn studententijd. Of C, hij is een neef van prins Frank en komt uit Grashoek. Vecht jullie dan maar samen. Dus dat. Doe jij maar omhoog. Dat is niet. Laat maar zien. Twee keer C. Het gaat inderdaad heel erg gelijk op. Is ook allebei goed. De neef van prins Frank. Ik ben hier de eerste 17 jaar van mijn leven heb ik hier carnaval gevierd. Hier in Leanzo. Mijn vader komt hier vandaan. Is zelfs geboren hierboven. Dus het is familie van me. En het is weer heel fijn om een keertje weer terug te zijn. Want het is voor mij al 7 of 8 jaar geleden. Ja, we zagen het antwoord ook nog even terug in het filmpje. We gaan naar vraag 4. We blijven een beetje in carnavalsfeer. De vraag is, met welk nummer wonnen Pim en Chantal het PNM Liedjesfestival van 2019? Is dat A, Voor altijd ben jij, B, Os Leedje of C, Werken afgeteld? Dit is het ook, hè, Sean. Dit is het ook, hè. Dit is het ook, hè. En ik krijg jullie antwoord zien. Zo, hier. Maak me weer dit leedje van ons. Oet, die het en schoen melodie. Lof, die elf slecht niet meer los. Pas te loven, voor altijd. Ja, je hoorde het al een beetje, ze zongen dit leedje van Os. Os leedje, is het goede antwoord? Allebei goed. Nou, vraag 5. We hebben nog steeds een gelijke stand. We gaan gewoon door. Dit jaar kwam het nieuwe Meijels woordenboek uit. Een van de woorden in het boek is garrepaap. Wat betekent dit? Is dat A, vlinder? Is dat B, springhaan? Of C, libellen? Ik zal één keer de antwoorden herhalen. A, vlinder, B, springhaan of C, libellen. Dan wil ik wel meteen jullie antwoord zien. Twee keer C. Volgens mij komt Teun uit Meijl. Ja. Spreek ik het goed uit? Geen idee. Ik heb geen idee. Iemand dat woord was het? Gebruiken. Garrepa, weet iemand dat? Ja, is een libel. Ja, nou ja, dat is in ieder geval het goede antwoord allebei. Ja. En de vraag is nog of we het goed uitspreken, maar dat horen we vast nog. Nog steeds gelijke stand 5-5. Wij gaan door naar vraag 6. Grote schrik in Kesseleik toen dieven inbraken in de kerk. Kijk maar even mee. Ik vind zo, Godshuis, daar moet je met je vingers afblijven. Ik denk dat onze Heer dat toch niet in dank afneemt als je aan zijn huis komt. Ja, en die ravage, wat er... Alles was door de kast hierboven ook overal. Ja, de vraag die daarbij hoort is, na die inbraak kon de heilige mis geen doorgang vinden. En waarom was dat? Was dat A, omdat er aan de verwarming was gesleuteld, B, omdat de muziekinstallatie was meegenomen, of C, de sleutel van de sacristie was gestolen? De antwoorden staan al klaar volgens mij. Laat maar zien. Voor de eerste keer een ander antwoord. Jullie denken A? Ja. Jullie denken het te weten? Ja, weet ik heel zeker. Want de verwarming deed niet en daarom zijn een paar maanden op slot gegaan. Oké. En waarom zeiden jullie B?
Nou, dat dachten wij. Een beeld was. Dat dachten wij begrepen te hebben, ja. Ja. Nee, het is toch echt aan. Okay. Dus jullie hebben nu een voorsprong, heel goed. Ja. Ja. Toch mijn eerste interview. Ja. Maar we hebben nog een paar vragen te gaan, dus jullie kunnen het nog inhalen. Vraag 7. Een speciaal moment bij de dijk in Kessel. Dus ik zou zeggen, nou ruim baan, dat de dijk geen dijk meer is. Heren. Rob, ja? Rob en Jos, daar ligt een bashout. Is je al een beetje losgemaakt? Wow. En we hebben intussen... De vraag die daarbij hoort, wat was er zo bijzonder aan deze dijk, toen het nog een dijk was, aan de Haagweg in Kessel? A. Het had een speciaal nummer. B. Er werden speciale grond voor gebruikt. Of C. De kleinste van Nederland. Hey, ik ben... Doe jij dat? Laat maar zien. Dat hebben we ook. 2 keer C. Dat is ook helemaal goed. Kleinste van Nederland was het. Gaan we door naar vraag 8. Zouden we eigenlijk allemaal moeten weten. In welk gebouw van het Bouwens zitten we nu? Is dat gebouw A, B of C? Ja, eens kijken of iemand goed gespiekt heeft. Laat maar zien wat jullie antwoord is. Allebei A. Het stond ergens, hè? Ja. Op stond in de mail. Hadden jullie het gezien? Ja. Daar staat het. Soms moet het ook niet te moeilijk zijn, hè? Ja, daar staat het ook. Allebei helemaal goed. We hebben nog 2 vragen en nog steeds staan jullie met 1 punt voor. Dus we gaan gauw door naar de 9e vraag. We hadden hoog bezoek in Meijel. We zorgen dat hij hier dat zaakje aan draaien blijft. Daar moet hij voor zorgen. Daar moet hij voor zorgen, ja. Heb ik hem ook gevraagd of je dat kan. Een heel kort filmpje. Deze man had het over hoog bezoek wat in Meijel was. Over wie had deze man het? Was dat A, wethouder Wim Hermans? B, minister Hugo de Jonge? Of C, statenlid Teun Heldens? C. Oei, oei. C. Had hij het over jou? En ik graag jullie antwoord zien. Zeker B, Teun, jij was daar niet bij. Nee, want dat... Nee, B is het goede antwoord. Wij wel. We zorgen dat hij hier dat zaakje aan draaien blijft. Daar moet hij voor zorgen. Daar moet hij voor zorgen, ja. Heb ik hem ook gevraagd of je dat kan. Wat heeft hij gezegd? Welle? Wat heeft hij geantwoord? Yes. Dat zal ik proberen, dus ik doe mijn best. Oké. Wij gaan door naar vraag 10. De laatste vraag is voor jullie de laatste kans om nog een gelijke stand te krijgen om allebei die letter te verdienen. De vraag is, het was een sprookje in september bij het oogstfeest. Daar gaan we ook even naar kijken. Dat zag er heel mooi uit. Het had ook een thema. En de vraag is, welk thema was dat? Was het A, dromen komen tot leven? B, all together? Of C, even terug in de tijd? Ja. Laat maar zien. Allebei A. En A is het goede antwoord. Maar dat heeft voor jullie helaas geen verschil meer gemaakt. De eerste letter is verdiend door het KBO. Gefeliciteerd. De kerk, hè? Die letters gaan jullie straks mee puzzelen. Dus die krijgen jullie nu nog niet. Dan wordt het straks nog een gelijke puzzel. Ja, wij gaan door met ronde 2. Die is ook anders dan andere jaren. We hebben live muziek. Naomi en René, welkom. Jullie gaan het ze volgens mij heel moeilijk maken met deze muziekrondes. En deze eerste muziekronde gaan jullie mash-up doen. Ik zal het even voor jullie uitleggen. Er worden 2 nummers gespeeld, althans niet los van elkaar, maar jullie gaan ze mixen. Dus een melodie en een tekst gaan een beetje door elkaar. En aan jullie is het om te raden welke 2 artiesten en welke 2 titels dat zijn. We gaan luisteren. Gonna
take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can no more. I got the horses in the back, horse tag is attached, head is matte black, got the boots that's black to match. Riding on a horse, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me. I love it when you call me señorita. I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. Ooh, I should be running, ooh, you keep me coming for ya. Er is al gedrukt, team 1, jullie denken het te weten. Nou, we weten in elk geval allebei de titels. Eén titel is Old Town Road en de andere is Señorita. Dat is 2 punten. Is dat voldoende? Dat is voldoende voor 1 letter. Mogen we de artiest nog gokken? Nou, dat mag. Een van de artiesten die in elk geval meezingt met Old Town Road is Billy Ray Cyrus. Dat is nog niet voldoende voor 1 extra letter. Weten jullie de andere? Ja, iets met Piranha. Kan ik niet goed tellen. Nee. Dan ga ik toch nog even naar het andere team. Weten jullie de artiest? Geen idee. Helemaal niks. Geen idee. Niks. Dan ga ik ze opnoemen. Jullie hebben sowieso 1 letter verdiend. Daarin is het weer een gelijke stand. Yes. We zochten Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello. Ah, ja. En Old Town Road was ook met Little Nas. Maar dat hebben we goed geteld. Nou, heel goed gedaan. Dankjewel. Jullie komen straks nog een keer terug voor een tweede muziekronde. Wij gaan ondertussen verder met de 3e ronde. Die is ook nieuw. Het is een spellingronde. Misschien kennen jullie het concept. We gaan een woord spellen per team. Ik heb 1 woord voor team 1 en een ander woord voor team 2. En we beginnen vooraan. Iedereen mag 1 letter noemen. En zolang dat goed gaat, gaat het goed. En krijgen jullie 1 letter aan het eind. Zodra de 1e letter fout is, dan gaat het helaas voorbij. Mississippi. Ik begin met team 1. Het woord is faillissement. F. A. I. L. I. Fout. Nou, dubbel L. Dubbel L, inderdaad. Ja, instinkertje. Helaas, geen letter voor team 1, maar wellicht team 2 wel. Kunnen jullie toch weer voorstaan zometeen. Tweede woord voor team 2 en dat is applaudisseren. A. B. P. L. A. U. D. S. I. D. I. Ik hoorde D, S. Ja, dat klopt niet. Nee. Helaas, helaas. Ja, dat was niet in de beurt. Ik kan er bijna einde doen. Ja, als je alleen bent is dat makkelijk, hè? Maar dat is juist het spelletje. Ja. Helaas. Nee, deze kan ik ook niet goed tellen. Applaudisseren, het staat in beeld. Dat is het goede antwoord. Geen letters verdiend in deze ronde. Ja. In ronde 4 hebben we 4 vragen en die gaan we 1-op-1 spelen. Dus de 1e persoon in het team tegen de 1e persoon in het andere team. Het zijn open vragen. Ik stel de vraag en jullie mogen op de knop drukken. Dus alleen de 1e persoon van het team, dadelijk de 2e. En zo gaan we door. En wie straks aan het einde van de ronde de meeste goede antwoorden heeft, die krijgt 1 letter. Het doek valt voor discotheek Apollo. Na de carnaval sluit de disco. Kijken naar een fragmentje. Je denkt wel 3 jaar over na. Vandaar dat we ook een café hebben gebouwd. Maar dat komt gewoon omdat de bezoekersaantallen al jaren teruglopen in heel Nederland in alle discotheken. Want alleen discotheek, daar ga je het niet meer mee redden, denk ik. Je zag Stefan over zijn Apollo. Wat wilde hij met Apollo gaan doen? Jullie waren eerder. Hij wil daar appartementen in maken. Dat is helemaal goed. 1 punt voor jullie. Ja. Volgens mij zijn ze er al mee bezig, toch? Ja. Vraag 2. Teun Tiele werd dit jaar Europees kampioen kickboksen. Wat is zijn geheim? We gaan even naar een fragment. Goed luisteren naar je trainer. En veel te voldoen, veel verlaten. En dan komt het wel goed. 1, 2. Ja, de vraag gaat niet over hem.
Hij was namelijk niet de enige sporter van deze boksschool die in het nieuws kwam. Dat was ook Bernie Aerts. Wat was er zo bijzonder aan hem? Is een blinde leraar. Ja, in Maasbrie. Dat klopt. Eerste blinde jiu-jitsu-instructeur. Zeg ik het goed? Ja. 1-1 weer. Feest in Meijel deze zomer. Welke eindbelken? Ja! Meijel! In het ORS! En ze riepen al, we hebben hem. Maar dat is natuurlijk één schutterij die hem net niet had. En welke schutterij is dat? Wie werd tweede? Jij gaat een gokje wagen? Gokken mag altijd, hè? Ja, de schutterij van Venray. Weet je ook hoe die heet? Sint... Sint... Sebastian, noem maar iets. Nou, ik ga even aan de jury vragen wat we daarmee doen. Want Venray klopt. Zandakker is het. Misschien hebben zij een beetje. Ja, we mogen hem goed tellen. Ja. Ja. Okay. Ja. Staat het 2-1. We hebben de laatste vraag in ronde 4. Het kan nog gelijk worden. Zijn jullie klaar voor? Ja? Mag ik hem gaan stellen? Het wachten duurde lang. De uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Peel en Maas kon niet op de uitslagenavond zelf bekend worden gemaakt. En welke pilot deed de gemeente dit jaar mee? John. Handmatig tellen van de stemmen. Ja, een nieuwe telmanier was dat, inderdaad. Tel ik goed. Ja, helemaal goed. Een applaus. Jullie hebben de volgende letter verdiend. Heel goed. We hebben 4 rondes gespeeld. Jullie hebben sowieso allebei 2 letters van tevoren van ons cadeau gekregen. In de tussentijd hebben jullie 1 extra letter verdiend en jullie 2. Dan gaan we spannend worden. En ronde 5 heb ik voor ieder team apart een vraag. We beginnen bij team 1. Het is een fotoronde. We hebben een foto in beeld die is geblurred. En die staat in 2 fases. Eerst is die wat meer geblurred en daarna wat minder. Als je na die tweede niet weet, dan gaat die door naar het andere team. Oh, okay. Per goed antwoord kan er een letter verdiend worden. We gaan naar de eerste foto voor team 1. Die is nog lastig. Jullie weten het nog niet? Nee. Maar... Dan gaan we even... Ik zie het niet. Dan wil ik nu een antwoord hebben. Nee, weet het niet. Nee? Jullie weten het niet. Hebben jullie een idee? Een gokje? Een gokje. De Tom Leenders. Nee, dat is nog niet goed. Nee. Laat maar zien wie het is. Toon is de goeie. Het is Jens Jansen. Voetballer. Helaas, geen letter voor jullie. We gaan naar de foto voor team 2. Ja. Oh. Dat is niet zo moeilijk. Ik was dingen zal zien. Jo, Smeets, maar even kijken. Heel even wachten. Is mijn hart. Dat weet ik nog niet. Gaan we hem even iets duidelijker maken? Nee, dat is Toon Ton Vereen. Is dat jouw antwoord? Ja. Ton Vereen. Ton Vereen is goed. Ja. Heel goed. Ton Vereen. Ja. Ja. Mm-hmm. Dat betekent dat het weer gelijk staat in letters. Heel goed. Dat was de fotoronde alweer. Weer een lekkere, snelle ronde. En dan hebben we weer een muziekronde. Er worden zo meteen 4 fragmentjes gespeeld. Volgens mij achter elkaar, ongeveer een minuutje. Die gaan we rustig even allemaal luisteren. En daarna stel ik een vraag over die 4 fragmenten. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Floor tonight, I got 2 left feet and a bottle of red wine, making me feel like a beat in the baseline. I ran my blood, both hands up on your waistline. Get on up, baby, dance to the rhythm of the music. Don't care what the DJ chooses, get lost in the rhythm of me. Please don't close until we wanna leave it.
You and I were flying on an aeroplane tonight. We're going somewhere where the sun is shining bright. Just close your eyes and let's pretend we're dancing in a street in Barcelona. Crazy child, you're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. You know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. When will you realize Vienna waits for you? I don't take coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Mouse in Budapest, my maiden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo. You, who you, who I leave it all. Makers of a land I have achieved. And maybe offer you to stop and believe. But for you, who you, who I leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want this, then all of this will go away. Misschien kunnen jullie daar het antwoord verklappen. Handen bij de knoppen. Uh-huh. De vraag die bij deze vier liedjes hoort is, wat verbindt deze liedjes? Oh, laat. Te laat. Jullie waren eerder. Reizen. Dat is niet het antwoord wat ik zoek. Ja, dat was steden. De namen van de steden die erin voorkomen. Steden zocht ik inderdaad. Ja, ja. Yeah. Want de titels zijn... Ja, Barcelona, New York. De eerste was Barcelona van Ed Sheeran. De tweede was Vienna van Billy Joel. De derde was Englishman in New York van Sting. En de laatste was Budapest. Ja. Knap hoor, ja. Jullie hadden hem volgens mij wel in de gaten, de link, maar we zochten echt steden. Ja, sorry. Dan hebben jullie nu weer een voorsprong in letters 3-2, als ik me niet vergis. Heel goed. Ja, dan zijn we alweer toegekomen aan de finale. Jullie mogen de knoppen weer dichtbij houden. Staat die nog aan? Yes. Kijk eens. Die finale ronde is 10 open vragen. Dus jullie mogen op de knop slaan als jullie het denken te weten. Wil ik wel meteen een antwoord horen. Als het antwoord fout is, dan mag de tegenpartij een gokje wagen. En daarbij kunnen we per goedgegeven antwoord een letter verdienen. Zo. Ja. Nou, we gaan beginnen. Vraag 1 beginnen we met een fragmentje. Het was ontzettend gaaf om te doen en op een gegeven moment kwamen we de zaal in de eerste keer en iedereen had van die Let's Do It sjaaltjes.
was echt een enorme ervaring. Ik had gewoon kippenvel in een zaal waar het bloedheet was. Dus het was echt, ja, echt heel gaaf. Ja, jullie zagen dames uit Meijel, een dansgroep. Ja. Wat was de hoofdprijs voor deze dames die een dans... Optreden bij de LVK in de 11e in het MEC in Maastricht. Ja. Ja. Jury, tel ik dat goed? Ja. Ja, dat mag ik vertellen. De 11e van de 11e inderdaad. Heel goed. Spannend. Maar wisten jullie dat ook? Ja. Veel meiden vragen. Show op Let's Do It. Als ik maar dansen ken, hebben ze gewonnen. Ja, klopt. Ja. Nou, misschien is de volgende voor jullie. Vraag 2. Welke school won dit jaar de Nationale Onderwijsprijs? Nieuwe school. Niet helpen zeggen. De nieuwe school in Panningen is goed. Heel goed. Mooi. Mm-hmm. Nee, ik dacht hem ook, hè. Ja. Barlo krijgt er deze zomer 6 nieuwe kunstwerken bij. Toch verdween er ook 1. Ja. Te laten. Ja. Knoop. Ja, knoop, weten jullie wat de vraag was? Probeer maar een gokje te wagen. Wat gebeurde er daarmee? Oh, het staat gewoon in beeld. Ja, dat moet wat er niet gebeurde er daarmee? Dat was de vraag volgens mij. Ja, dat moet die werd door een kraanwagen van zijn sokkel in de dijk bij de Vergod gereden. Ja. Nee. Nee? Nee. Weten jullie het? Ik werd verplaatst naar Venlo, of niet? Hier, volgens mij wel. Of is... Ik hoorde al een antwoord. Dus ja. Ja, verplaatst naar Venlo. Ja. Oké. Het is ook niet goed. Wat je zei klopt wel, maar dat was in 2017. Ja, dat was van Tajiri. Ja, hij werd gestolen bij het kasteel. Ja. Daar stond de knop. Als ik veel kunstwerk van Babel. Helaas, geen letter verdiend. Gaan we door naar vraag 4. Waar nam Camping In Het Niet in oktober afscheid? Wij waren eerst. Ja. Jullie waren eerst. De ezels. De ezels. We gaan even kijken of dat goed is in een filmpje. Eigenaren Lily en Wim van Enkevoort nemen na deze week afscheid van hun ezels. Na 18 jaar komt er een einde aan de ezelcamping in Maasbree. We willen het roer omgooien. Het kindvriendelijke karakter gaat verdwijnen. We zijn een beetje aan rust toe. Dus we gaan op zoek naar de gast die voornamelijk rust zoekt. De ezels was helemaal goed. Weer een letter verdiend. Gaan we gauw door naar vraag 5. De dagvoorzieningen in de verschillende kernen kregen per 1 januari van dit jaar een andere naam. Ja. Jullie waren eerst. Dorpsontmoetingen. Ja. Dat is helemaal goed, dorpsontmoetingen. Ja. Gaat weer gelijk op, 2-2. De dames van Peelpoes promoveren in 2019 naar de Eredivisie. Hoeveel jaar bestaat Peelpoes dit jaar? 50 jaar. En jullie hadden het goede antwoord. Helemaal goed. In welke kernen van Peel en Maas maken inwoners zich zorgen over de effecten van hoogspanning? Kesselijk. Jullie waren eerst. Kessel en Kesselijk. Ja, helemaal goed. Netjes. Ik hou even de score bij. En vraag 8. Waar vond het concert van Verzet naar Vrijheid plaats? In Beringen. Iets specifieker? In de kerk van Beringen. Ja, helemaal goed. Ja. John, dat heeft hij moeten weten. Ja, dat wist hij. John wist dat ook, denk ik. Ja, ja. Jullie waren sneller, heel goed. Ik zat er zelf bij. Vraag 9. Welke carnavalsvereniging bestaat in het seizoen 2019-2020? De Durperkuus. Ja. 60 jaar, 66 jaar, 6 keer 11 jaar was de vraag. Ja, Durperkuus in Helden. Ja, goeie. En dan de laatste vraag van deze finale. En daarna gaan we spelen om het woord en de winnaar. De laatste vraag luidt. Het Streekmuseum Land van Peel en Maas in Helden veranderde dit jaar van naam. Oh, sorry. John, was er? Ik wil meteen een antwoord. Ik wil niet. Dat moet ik wel. Dat tel ik fout. Ga ik naar jullie. Volgens mij is dat gewoon Streekmuseum Peel en Maas. Bijna. Het is Museum Peel en Maas. Helaas. Ja. Gelukkig. We gaan eens even rekenen hoeveel letters jullie verdiend hebben. En dan komen we zo meteen terug voor de finale. En dan gaan we puzzelen naar het codebord. Ja, we gaan langzaam deze quiz afronden. We gaan nog 1 laatste ronde spelen. En dat gaat beslissen wie de winnaar wordt van deze aflevering. Jullie mogen zo meteen allemaal voor de desk gaan staan. Ik heb 2 pakketjes met letters voor jullie. Jullie hebben 2 vraagtekens ertussen zitten, jullie maar 1. Dus jullie hebben 1 letter voorsprong. Wil ik 1 van jullie even naar voren vragen om de letters op te komen halen. En daarna mogen jullie meteen beginnen. Dus jullie mogen allemaal voor de desk gaan staan met de wasknijpers.
ik eens maar. Oh. Ja, zijn we er klaar voor? Duidelijk. Ja. Puzzelen maar. Dankjewel. Ja. Kijk wat er komt, ja. Ik heb een aanhoudig. D. Nu is het volgens mij wie het snelste opgehangen heeft. Opschrijf naar rechts. Clips. Ja. En die R huurt door dit. En dan deze. Kom maar door, maar op. En er is op de knop gedrukt. Oh. Ja, nee, hij hangt nog niet. Hangt hij? Ja. Ja. Nu mogen jullie laten zien. Wat is het antwoord? Kinderraad. Kinderraad, heel goed. Jullie hadden hem volgens mij wel al, hè? Ja, ja. Laten we zien hoe ver jullie waren. Ja, zover. Ja. Heel goed, gefeliciteerd. Jullie hebben gewonnen. Hartstikke goed, een applaus, toch? Gefeliciteerd. Nou, we zijn eruit. We hebben de eerste aflevering gespeeld. En we hebben een winnaar. Het zat heel dicht bij elkaar, maar jullie waren toch net iets sneller en één letter meer. Team Politiek, gefeliciteerd. Dankjewel. Heel goed. We gaan jullie helaas niet meer terugzien. De andere jaren hadden we nog een grote finale waar de winnaars terugkwamen. Dat is dit jaar niet. Dus jullie hebben nu al gewoon gewonnen. Heel goed gedaan. Volgende week zijn wij er weer met twee nieuwe teams. En dat is Schutterij Willy Broders en de vrijwilligers van het Oogstfeest. Hopelijk kijken jullie dan ook weer. Ik zie jullie graag. Tot dan. Code 1894 wordt mede mogelijk gemaakt door